eerste duel, ik denk dat we in de eerste helft niet echt heel goed waren eigenlijk. We hebben wel gescoord, maar lieten we eigenlijk hun ook wel zien van misschien is er nog wat te halen. Alleen dat wij in de tweede helft gewoon echt gedomineerd hebben en gewoon laten zien wie AZ is eigenlijk. Ja, ik vond gewoon, ik speelde zelf wel gewoon een sterke wedstrijd, gewoon prima wedstrijd. En ja, de 1-0 maken was nog best wel moeilijk, want ze waren best wel goed aan het verdedigen gewoon. Samen goed compact, maar ja, ik denk vooral na rust maakten we ze wel echt, speelden ze wel echt goed stuk. En ja, er vielen wel gewoon veel goals daarna gelijk. Tweede wedstrijd, ja, iets minder. Ik denk dat ze ook, ja, 1-1 uitslag. Het is jammer dat je nog een tegengoal krijgt. Dus ik denk dat het wel een mindere wedstrijd was. Ik denk dat we gewoon, ja, misschien wel minder gefocust waren in bepaalde dingen. Dat we misschien dachten van vorige wedstrijd 5-0 gewonnen. Nu gaan we ze weer gewoon oprollen en willen we te snel naar het doel bijvoorbeeld. In de eerste ronde werd dus het Ierse Shamrock Rovers verslagen. Nu staat Rode Ster Belgrado op het programma. Het is lastig om beelden van zulke ploegen te vinden. En we weten wel van, ja, Rode Ster is eigenlijk op zich een grote naam in Europa. Alleen de jeugd heb ik zelf nog nooit tegen gespeeld. Dus ja, ik heb tot nu toe nog geen idee. Ja, het is vooral, het is moeilijker om de tegenstanders vaak te analyseren. Omdat je minder beelden van hun hebt. Maar ja, ik denk vooral dat. Ik denk voor de rest is het gewoon blijf voetbal. Iedereen kent elkaar wel wat meer. Maar ja, je hebt natuurlijk wel, je voetbalt minder vaak met elkaar samen. Dus het is wel een beetje wennen aan elkaar. Maar het is niet echt een probleem, denk ik. Ik heb wel gehoord dat als je daar speelt, dat het stadion wel eens compleet uitverkocht kan zijn. Ja, hoorde ik ook. Ja. Dus vorige wedstrijd wel veel mannen daar. Extra bijzonder, denk ik. Ja, ik denk dat het ook wel mooi is. Voor Rome en Sam is het sowieso al een bijzonder jaar. Ze maakten namelijk allebei hun debuut bij Jong AZ. Ja, ik denk wel prima seizoen tot nu toe. Die Youth League wedstrijd wat je zegt. En debuut gemaakt is ook een mooi moment. En ja, nu, tot nu toe 3 wedstrijden gespeeld. Wat minder resultaat, maar het is wel mooi dat dat kan eigenlijk. Het is natuurlijk betaald voetbal, dus je ziet het wel gelijk heel anders. En het niveau is sneller, hoger en alles. Dus ja, het is wel een groot verschil op zich. Ja, bijzonder. Dat is wel een belangrijk moment voor mij natuurlijk, betaald voetbal spelen. En ja, ik hoop nu gewoon zoveel mogelijk minuten daar te maken. Ja, ja, zoveel mogelijk minuten maken bij Jong. En ja, vanaf daar misschien weer meer stappen gaan maken. Ja, dat is natuurlijk in het begin een beetje spannend. Dat is ja, nieuw niveau, om het zo te zeggen, nieuw podium. En ja, ik denk dat ik in de wedstrijd gewoon alles losliet en dacht, het is gewoon een wedstrijd. En dan ja, het is wel jammer dat je het debuut verliest. Ja. Alleen ik denk wel dat het gewoon een mooi moment was, wat ik net zei. Precies, want daar werk je natuurlijk al die tijd voor. Ja, hoe waren de reacties dan na de wedstrijd? Ja, allemaal positief eigenlijk. Van mijn vrienden, familie vooral. Trainers ook wel de dag erna.